Ik ben natuurlijk vanmorgen ook heel erg onaangenaam verrast met het bericht. Ik maakte me klaar om naar het werk te gaan. En mijn zusje die stuurde een screenshot ervan voor me. Natuurlijk die was die ook helemaal geschrokken. Ik zeg van nee, niets aan de hand. Het is sowieso een fake bericht. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik mij op geen enkele manier bezighoud met criminele zaken. En sowieso niet met drugsgerelateerde dingen. Omdat zoals men mij kent, ik ben full anti-drugs. Dus men zal op geen enkel moment een case tegen mij hebben over drugszaken. En ook over geen enkele andere criminele zaak, toch? Ik verwijs dus dat bericht helemaal naar het Rijk der Fabelen. Ik denk dat het gewoon mensen zijn die totaal niets te doen hebben. Gewoon katoenplukkers of straatvegers, paaienwaaiers, zoals ik ze noem. Die op de een of andere manier mij in verband willen brengen met zaken. Ik beschouw het als gewoon een aanval, karaktermoord. Ik weet niet waarom eigenlijk hoor. Ik weet op geen enkele manier in welk licht ik dit moet plaatsen. Ik ben het wel gewend hoor, dat men dit met mij doet. Maar tot nu toe, al de aanvallen naar mij toe. De fakeberichten hebben altijd uitgewezen dat er niets tegen mij is. En dat zal natuurlijk ook in dit geval weer blijken. Ik daag ieder uit om zaken te gaan onderzoeken. Om aan te tonen dat er onderzoek tegen mij gaande is. Of dat er verdenkingen, dan wel verdachtmakingen aan mij te zijn. Die zullen er niet zijn, die kunnen er niet zijn. En ik vrees ook daarom niet hoor. Maar het is natuurlijk, het blijft onsmakelijk. Ik ga natuurlijk mijn aangifte hier tegen doen. Een ander persoon, wiens naam ook daar is genoemd in dat bericht, die bevindt zich ook al op het bureau om aangifte te doen, omdat hij natuurlijk ook vindt dat zijn naam zomaar wordt genoemd in een of andere affaire. Lijkt hij gewoon iemand die niets te doen had hoor, en die vond dat hij een beetje sensatie moest maken. Maar natuurlijk heb je ook mensen die dat allemaal zitten te verspreiden. Het is natuurlijk lastig dat dit ding steeds gebeurt. Ja, en ik praat niet alleen over mezelf, maar ook over andere mensen wiens naam zomaar wordt beklad en dat mensen het allemaal aannemen om te verspreiden. Dus dat is het. Ik verwijs het helemaal naar het Rijk der Fabelen natuurlijk. Dus, en vanaf die cases zijn begonnen bij de SLM, de Rusvangs, Nikeri, want die twee cases worden genoemd in het bericht. Bent u niet in contact geweest met de politie hierover of dat men u heeft gebeld van oké, we hebben je even nodig. Wat weet jij hiervan, daarvan? Nee, helemaal niet hoor, helemaal niet. En daarom zei ik ook eerder hoor, ik daag ieder uit. Ze mogen navraag doen op de pers, ze mogen navraag doen bij de bevoegde autoriteiten om te vragen. Mijn naam zal nooit genoemd worden in een drugszaak, nooit in een criminele zaak. Ik heb een naam hoog te houden en ik weet hoe ik mij beweeg binnen die samenleving. En men zal mij hierop nooit betrappen. Dus jullie mogen ook als media onderzoek doen. Ja, maar gaan naar de justitiële autoriteiten en vragen. Ik ben nooit gebeld geworden en zal ook niet gebeld worden, omdat ik geen enkele betrokkenheid heb. Ik ben natuurlijk heel erg geschrokken hoor. Ik ben een aantal dingen gewend, aanvallen op mij. Maar drugs, dat had ik in de verte niet zien komen. En u gaat aangifte doen dus? Ja, ik heb mijn aangifte al gedaan. En er zal gevraagd worden voor onderzoek natuurlijk. En komt men vaak genoeg wel achter de daders van zulke berichten? Lukt in sommige gevallen wel hoor. Maar niet altijd, laat maar dat zo stellen.